ik weer in de auto. Lekker Pokémon en te ingressen, ja. Nou, zometeen maar even de persconferentie kijken. Ja, een hele goede middag allemaal. Ja, mijn naam is Karin Stammer van de Werf. Mijn man, die heb ik nog niet aan de lijn. Nee, die is Roderick Stammer van de Werf. Het is vandaag alweer woensdag 6 mei. Ja, en wat we vandaag gaan doen, Joost mag het weten, ik weet het niet. Het is alweer bijna 11:20. Ja, dus in de middag, gezellig. Ik heb nou net op mijn telefoon Pokémon gedaan. Ik ga dat nu even lekker op mijn tablet doen. Ook gezellig. En voor de rest nemen we jullie gewoon weer gezellig mee. Dus heel veel kijkplezier. Het is mooi weer. Dus wie weet. Gaan we er nog even op uit? Ik weet het niet. Dus het is ook voor mij een verrassing. Dus komt helemaal goed. Nou, inmiddels is al lekker aangekleed. Ik ga nu lekker mijn schoentjes aandoen. Ro is er al. Ja, dan gaan we zo meteen saampjes eventjes de schoentjes uitlaten. Hij schat. Hey. Kom maar even gezellig bij. Ja, is goed. Kijk, daar is Roderick. Hoi. En zo. Ja. Hoe gaat het met jou? Ja, redelijk. Vertel, redelijk. Ja, redelijk. Ja, het kan beter natuurlijk. Een beetje harder praten, hè? Kan dat beter, weet je. Zeg ik net. Ja, maar waarom kan het beter? Vertel. Vertel het eens aan de kijkers. Waarom kan het beter? Er is altijd ruimte voor verbetering, dus het kan altijd beter. Ja, maar welke... Als alles perfect zou zijn, dan kan het niet beter, maar dat is het even niet. Nee, oké. Okay. En hoe denk jij eigenlijk over die hele lockdown gebeuren? Hoe denk jij daarover? Heel lastig, hè? Nou goed, er is natuurlijk dat... Het virus? Dat vervelende ding. Ja, virus, daar ja. Daar moeten maatregelen tegenover worden, helemaal goed. Zo, ja, ik zit even voor jou snuffen. Is handig nat, terwijl ik mijn schoenen aan het vastmaken ben, of dan? Nou, Tris heeft dat probleem met dat akelige ding tegenwoordig. Ja, virus. En je mag wel gewoon virus zeggen, maar je mag het niet en niet het naam noemen. Oké. Goed, dat virusding probleem is er, dus daar worden maatregelen tegen genomen. En die maatregelen die hakken natuurlijk flink in op het sociale leven van mensen en op hun werk en inkomsten. En ook degenen die een eigen zaak hebben, die kunnen niks doen nu, momenteel. Vooral de horeca en andere, zoals kappers en andere. En, ja. net zoals Ilona, want mama die had een link doorgestuurd. Maar hoe moet het nou met een bordeel? Moet je dan via een plexiglas seks hebben? Waarschijnlijk wel dan, oké. Okay. Dat kijken maar niet aankomen, dus dat scheelt natuurlijk ook weer in de veiligheid. Ja, piepshow voor mijn part. Ja, bijvoorbeeld. Maar voor dat soort dingen, die liggen dan allemaal stil, dus ook die missen dan inkomsten. Yep. En dat kan dus een aantal bedrijven de kop kosten. Heel erg. Ongeveer een derde van de bedrijven die nu stil liggen, die gaat het niet redden, heb ik ergens gelezen, gehoord. Ja, maar het is eerst zien, want in Julianendorp en bij mama in de buurt is er een horecatent, die is in januari open gegaan. En hij wist dus niet meer hoe hij het moest gaan doen. Dus Herman den Blijker, die is bij hem geweest om dus, met het bezorgen en afhalen te gaan helpen. Oké, dat kan. En Herman den Blijker, die gaat meerdere mensen helpen daar in de omgeving om toch weer een andere stad er doorheen te gaan maken. Dus Herman den Blijker, wij zijn trots op jou sowieso. En voor de andere ondernemers die het momenteel heel moeilijk hebben. Ja. Hou het, hoe zeg je dat? Hou het nog even vol en we kunnen dit aan. Ja. Samen. Steun elkaar. Nou, ik loop nu lekker met Lady buiten. En ik heb mijn telefoon helemaal moeten resetten. En nu heb ik het probleem dat ik vlog dus zo. En straks is die auto aan de andere kant. Dus dat vind ik een beetje vervelend. Dus daar moet ik even achteraan hoe dat moet. Want voor mijn reset was alles oké. Dus moet ik even kijken bij de instellingen waarschijnlijk. Dus lieve schat, ga deze kant op schat, kom maar. Dus het is lekker weer.
Ik heb dit aan, lekker. Want Levi heeft de flexielijn, heerlijk. Kijk. Ja, ga maar die kant op, is prima. Ga maar die kant op. Ga maar kijken. Koekje halen misschien. Koekje halen en bij de bloemenkiosk misschien. Als ze dat willen geven. Hoi. Hé? Ja, vind ik leuk. Hoi. Kijk, dat is nou handig. Goed zo. Lady, ga zitten. Kom eens hier. Kom eens hier. Hey, ga eens maar zitten. Niet? Kom maar. Rustig, hè? Nou, we lopen dus nu nog eventjes een klein stukje door. We komen vanaf de overkant helemaal. Een mooie hoge flats hier, hartstikke idee. Yep. En daar wordt er hard gewerkt. Mijn meisje die vindt het helemaal geweldig. Die kiest deze weg zelf ook uit. Ja, nou deels dan hier dan wel. Maar ik vind het best. Het is mooi weer. Nee, zoals weer gewoonlijk zitten we lekker weer in de auto. Lekker Pokémon en te inkressen. Ja. Voor de mensen onder ons die het weten, die weten wat we daarmee bedoelen. Gewoon Pokémon Go. Ja, om dus Pokémonnetjes te vangen. Want ik ga bijna naar level 35. Ja. En op ingress bijna level 7. En ingress, dat is heel veel met eigenlijk Pokémon ook te maken. Maar zo. Hoe en de wat, dat legt Roderick wel eens een keertje uit. Nu lekker niet. Maar we gaan lekker van genieten. Roderick is lekker aan het eten. En ik eet zometeen wel eventjes. Maar ik leg ook zometeen gewoon even lekker de Pokémon en de Ingress neer. Misschien dat we nog ergens lekker mag niet gaan vissen. Het is mooi weer. Dus even zometeen even zoeken. Misschien een leuk plekje waar we misschien hopelijk mag niet kunnen vissen. Misschien in de stad of zo. Ergens. Sneaky. Of zo. Ja. Moeten we even kijken. Komt helemaal goed. Nou, we zijn dus eventjes in de binnenstad. Nou, daar hebben we dus niks kunnen vinden. En bij de brug? Nop. Spijker. Ja, een spijkertje. Maar het is niet echt iets wat leuk is of zo. Net als gisteren heb je pijp. Dat is leuk. Maar net als dit, nee, dat is... Dus we gaan even verder kijken waar we dat nog meer kunnen doen. Ja. Het is nog niet echt overal verboden. Dus ja, dan moet je er nu nog even lekker van nemen. Ja, toch? Ja, we zitten dus nog steeds even lekker in de auto. We gaan dus nu even geen magneetvissen meer doen. Nee, we gaan dus nu even naar de grootste winkelcentrum. Nog steeds in een grote bouwput. Want er is een beveiliger die we gewoon top vinden. En het is gewoon een schat van een vent. Ja, wat kan ik nog meer over vertellen? Hij regelt gewoon de dingen gewoon goed. Punt. Dus als hij er weer staat, dan gaan we allebei gewoon de winkel in. Een kaartje kopen. Ja, het is duur, weet ik. Maar oké, dat maakt me niet uit. En dan gaan we even schrijven. En dan geven we dat gewoon hoogpersoonlijk aan hem. Want een kaartje zegt meer. En dan 1000 woorden. Ja. Dus dat gaan we even doen. En dan daarna lekker naar huis. Het is alweer 5:09. Dus ja, dat gaan we lekker doen. En dan laten we jullie ook wel even... ja, ik mag daar dus... niet vloggen wat ik aan hem geef vanzelf, hè. Dat is privacybeleid voor de zaak ook vanzelf. Dus ja. Maar we houden jullie wel op de hoogte van hoe hij het voelt. Toch? Ja. Het zal op de film worden gezet.
Oh, zij is er ook weer. Zie je dat? Mm-hmm. Temp tegenhouden. Ja. Maar is handig. Ja, ja. Dat is veiliger natuurlijk, temp tegenhouden. Oh, meneer Koekenbakker, en die zit in de auto. Yeah, right. Wow, wat gaat er fout? Zo. Ze ziet, ze doet niets. Nee? Waarom denk je dat ik nou het vastleg, schat? Mm-hmm. Juist voor dit. Wat ga jij doen? Nee. En dit mag dus niet, die kant op. Nee, ja. Nou, dan kijk. Dus gaat die kant op. Mag dat? Nee. Nee, dat is wat ik bedoel. Nou, zometeen maar even de persconferentie kijken. Die komt zometeen. Dus spannend wat het zometeen gaat worden. Onze Rutte gaat zeggen en wat de hele wereld, Nederland moet gaan doen. Dus ja, we gaan het maar zien. Hè? Hmm. Wat denk jij? Ik denk dat er een kleine verruiming komt. Ja. Niet heel grandioos. De vrouwen gaan het allemaal opengooien. Nee. Maar toch iets van verruiming. Ja, maar zoals welke verruimingen? Oh, een bepaalde beroepsgroepen weer hun werk mogen doen. Misschien zoals de kappers. De kappers en dingen. Hoe heet het? Nagelstudio's. Dus die contactberoepen, zeg maar, die eigenlijk iedereen wel nodig heeft. Ja, ik ook. Maar ja. Dan kan het hier ook. Nou ja, dit en dit doe ik dan een beetje zelf. Maar ik vind dat fijn. Wat is een mesje? Wat is het dan? Ga maar liggen, wijfje. Ja. Dus nou ja, we gaan het merken en we dan. Wat? Wat is het dan? Dit. Nou ja, we gaan het merken. Ja. Laat is het eigenlijk, zoals even kijken voor jullie. Het is nu net 10 uur geweest. We gaan nou nog even het laatste rondje met Lady aan het doen. En Ro is met de zusjes. Kom bij. Ja, dus lekker even hier in het park bij mij en gaan we lekker verder lopen. Ja, heerlijk. Hi meisje. Hi, ga je mee? Ga je mee dan? Ja. Ga mee? Ja. Mooie maan trouwens mensen, wauw. Ja, overal even lekker snuffelen. Ja, toen waren we alweer thuis. Ik heb 4,27 kilometer ongeveer gelopen. Ja, goed hè? Dus het is nu net 10 over 11. Ja. Dus wij gaan ook gelijk deze vlog afsluiten. Vind je deze vlog nog leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en dan zien we jullie morgen. En een belletje. Heel goed. Hey jongens, dankjewel. Morgen. Doei. Doei.